overleef nu. Ik heet u van harte welkom bij deze lichtstoet Hey in Zelvent, die voor de 8e keer werd georganiseerd door Zelvent Alaaf. Neven mij steed wethouder Reinders van de gemeente Beekdalen. Wethouder, wat zijn voor u de verwachtingen? Want u zit pas voor de 2e keer hey, bij deze lichtstoet, dat is komt kijken. Wat zijn van u de verwachtingen voor deze lichtstoet? Verwachtingen zijn hartstikke chic. Als vrijwilligers dit gewoon organiseren. Van vrijwilligers moest het hebben. Ik hoor overal dat vrijwilligers tekort zijn. Nou, hier blijkbaar niet. Het is gewoon chic dat dit gebeurt. En ik denk dat we dat ook zo moeten proberen te houden. Nu, voor de toekomst. En vooral voor verlovenden een superfeest te maken. Ja, Leeflu, hier komt de eerste wagen aan. Het is weliswaar geen officiële deelnummer. Maar het is een wagen die van groot belang is voor de organisatie. Het is een wagen die bevat de sponsoren van de lichtstoet. En die sponsoren die maken het mede mogelijk dat we de lichtstoet ook financieel kunnen dekken. En deze lichtstoet 5 jaar Beekdalen. Want onze gemeente Beekdalen besteedt dit jaar 5 jaar. Vandaar dat we ook daar de titel aan hebben gekoppeld. Het dit jaar maar liefst 1700 deelnemers. Vorig jaar wordt al 1500, maar dit jaar maar liefst 1700 deelnemers. U ziet hij de prachtige wagen. De lichtstoetoptocht van Beekdalen. Namens Zelvendraaf vragen we een kleine bijdrage in het te maken kosten. Hiervoor wil ik ook namens Zelvendraaf danken en een geweldige optocht toewensen. En daar komt een vaste deelnemer, Paul Creatief. Hij komt uit Heerlen. En hij had dit jaar de uitbeelding Veerkracht. De Veerkracht. Kijk eens hier, kijk eens daar. Hier ben ik al. De wagen die er nu aankomt, hij komt uit Schummert, is van carnavalsvereniging Nooit Bijeen. En ze hebben het après-ski, uit natuurlijk het Eurostariek. En hij hebben voor de neonbubbeltjes met plastiek, fantastiek. Voilà. En hier komen de bad-eentjes, een groep uitschelvend. En ja, je ziet het aan de uitdossing. Het zijn echt de eentjes die hier in bad gaan. De groep Just for Fun. Gewoon lemkes. Ook deze groep is uitschelvend. En er komt ook een inmiddels vaste deelnummer. Dat is de plaatselijke gymnastiekvereniging Olympia Keep Fit Combinatie. En GV Olympia KFC viert in een foute party. En hij komt de groep door nu is het vooruit. Met de uitbeelding B&B. Allerlei bijen. Ook weer prachtig in beeld gebracht. De volgende groep die komt uit Gebroek, oftewel in het Hollands, Hoensbroek, met Sunne, met Zeutekroom en Gansveldstek, zijn voor de Vastelovend gestrikt. Hij komt de groep Altijd Vies. En nog zie je aan de naam, plastiek, fantastiek.
En dit is CV de Perkeeks uit Spouwbeek. IJskoninginnen. Uit Jorbeek, jeugdcarnavalsvereniging de Appelkietskes. We zitten met de carnaval de tent op de kop. De Bakkers, en dat is de groep uit Brunsum, B en vol liefde. Vaste prik in de optocht geschelven en ook in de lichtstoet. Carnavalsvrunt te gek om los te lopen. En ze brengen nu leven in de brouwerie. Met schitterend vuurwerk kunt hij VV nooit gedag uit Brunsum. Uitgebrook, de jonglui van Gebrook. En een gans, ja, thema wat toch geen jong druk komt, après-ski. En er komen prachtig uitgebeelde vlinders. En dat zijn vlinders die komen uit Donder. En ze noemen zich As Donder. Married at First Sight is een bekend programma voor een bekende deelnemer van het dorp, Sarat Ahmedin. En de groep cupcoach tegen mijn hartstikke van de reem met het cup. Jaar trekken ze hier de kar. We hebben het over de plaatselijke vreugendreug Ladenzaad, de Zatenharmonie. 3 keer 11 jaar trekken ze de kar. Hij komen de Schoenberen. De Schoenberen komen uit Oorsberg. En hun uitbeelding heet Egypte. En ja, we zien er meteen een mummievuur op liggen. Wat brengen ze hier? Je bent te kort voor jou geweest. En weet u wat mijn weegschaal zei? Ze komen uit Landgraaf, de Brokkelse Vrung. Het nu schat wie een lopend vuurke. Ja, kijk eens hier, leef Lu. Lu uit Rimburg heb ik begrepen. De eerste keer? De allereerste keer, ganse Schenvaald. En wie bevindt het toch hier in Schenvaald? Ja. Geweldig. Dat is goed, helemaal. Fantastisch. Het echte Lu dat leuk met, er zit zoveel langs de kant. Ja. Geweldig. Vier komen volgend jaar terug. Daar houden we gaan. Veel plezier. Hey, dank u. Met zijn zwans die
Bussum. Vriendengroep De Bonte Kroom. 1011 nachten. En wat hij hier komt, komt het kerkroor. De party people. En zie aan als thema een circus carousel. Proost! Vastelovensgroep, altijd zin in een feestje. Uit hele heide. De dag van de dood. Mexicaanse Halloween. Met elkaar, onze radio loopt gevaar. Vlug, daarna ging het gerucht dat het uitje was gevlucht. En ik wist ook waar naartoe. Hij ligt nu op de barbecue. Ze zijn nou mogelijk op mij. Geen ik blijf nog in mij. Als bij ons de radicaat, ik weer een kiepje naait. Onder hem die had ik kreeg. En zo werden we te meer. Een regie in dat hok. De ogen de vaste deelnummer uit de groep, de Van Gogtjes. Je zit gespikt, is hun thema dit jaar. Omlaag, omhoog, omhoog, omlaag, omhoog, omhoog, omlaag. Spring naar links, spring naar links, spring naar rechts. De volgende groep is carnavalsgroep De Opsuppers en die komen uit Bronsum. Met vaste lof en bevrezen bier. Plaatselijke groep, ze noemen zich Knatschrek, plaatselijk Oetschelvend en ze zeggen: we kunnen
komen uit de jungle en gaan los voor 5 jaar Beekdalen. Zo, en ze spelen in op het thema, zeg maar, min of meer het thema 5 jaar gemeente Beekdalen. En zo te zien hebben ze de nodige lampjes gebroken. Dag Bram, ik zie dat je ganske lampjes hebt gebroek. Ik heb zijn inschatting niet veel. Geen idee, ik weet op de aap zit 160 meter. Dus tel me hoe het voor de rest staat. En je speelt natuurlijk schoen en op 5 jaar Beekdalen. Ja, bewust hebben we dat als motto van de optocht. Dus hebben we ook dat als in ons motto verwerkt eigenlijk. En wordt het de eerste keer dat er met dich? Nee, dat is volgens mij al de 6e keer of zo. Zeker dat van mij doen. Veel plezier. Super, dankjewel. Is de wagen van onze eigen jeugdcarnavalsvereniging, de Prengelkes. Met bovenin natuurlijk de jeugdprinses, prinses van dit jaar, Marit de Eerste. Denken we de grote wagen moet heren. Carnavalsvereniging de Bergzuren. Wij ons de Indianen. Een groep die ook bijna geen jaar erbij is, die komt in Maastricht. Dat zijn de jongens van de garage. Uit Landgraaf, vriendenverenigings, knatschkak en je zit steampunk. Het grevenzootje uit Landgraaf. Kleurige clowns met gekleurde organische vleugels. Organza vleugels.
carnavalsclub Pratschek. Ze komen uit Brunsum en ze brengen ons de garde. Dan komen de Pirates of Merkelbeek, de Jong Plekkers. Ze komen uit Heerlen, de plaats, en ze zeggen de Chandalkes. Kleurrijk is het thema van hun dit jaar. Hele hei met CV Heksenjager is het altijd feest. Dan komen het trouwe deelnummer en niet de minste, de Party Slammers. En ze komen uit Heerlen, na 11 jaar ook immer daarvoor brengen we de carnaval met de snoepjestrein. Ik heb het juist nagevraagd, ze hebben 25.000 lampjes gebroek. Ik ga ze niet natellen, ik geloof ze meteen. Dat zal ongetwijfeld heel veel werk zijn geweest. Hij komt Lea Veu. En ze komen uit België, Welkenraad, bij Luc ligt dat in de buurt. En zie de carnaval van Venetië. Oh,
vijfde keer zijn er één. Wow, volgens mij zeker al weer de zesde of zevende keer. Zou dat kennen? Het zou best kennen. Wie beveiligt dat hier, Sjelvet? Leuk, heel leuk. Het is de allergezelligste optocht. Hopelijk volg ik jou en begroeten. Jazeker, sowieso. Goed om te horen, dankjewel. Veel plezier. Nu komt de groep LMNP. En ze slaan dit jaar over. Maar ze zijn toch wel. Schilvend, Carnaval Festival. Wie present hier Schilvend? Wie bevult zich dat? Ja, hartstikke goed, prima, super. De eerste keer dat we meedoen? De eerste keer? Nee, de vierde keer denk ik. Volgt je weer? Altijd. Hoppazeer. Dank u. Nog een deelnemer uit Duitsland, uit Uberg-Palenberg. Carnaval van Dorf. Ja, en je kent het zien. Harry Potter is het thema wat ze uitbeelden.
Ondertussen kunt hij het zelf in. Door Nuzelen. Met Peaky Blinders. Populaire gangsterserie. Ja, we mogen toch wel stellen dat het een prachtige steam train is. Hij komt uit Orke, die narrenvrienden. Duitsland, uit Stolberg, Blue Royal Garde dansgroepen. En het thema is de Gardetans. Uit Kerkrode komen met de schacht Nulland uit Kerkrode. Ze zijn nog een paar jaar met. De bende van ellende uit Bronsum. En ze beelden dit jaar uit de horror Halloween. En hier komen de mij jongens en meisjes natuurlijk uit de Groenstraat, de landgraaf. Hoe hoop ik hem precies te zien. En zijn hun sferen die zitten dit jaar in Hawaii. De volgende groep die komt uit Wolbig, dat is gemeente Landgraaf. En het, ze noemen zich de carnavalsvrung van Wolbig. Vorig jaar maakte Barbie een gigantische comeback. En dat doet het in een film. En de film moet de film van het jaar een groot succes. En hij, uit Landgraaf, de groep Mishmash, is daar schon op ingesproken. Hun thema is IJspaleis en ze komen uit Bronsum en ze noemen zich niet meer te redden.
Ik kom in een wagen met veel herrie. De Neubengeltjes uit Brunsum. Piraat. Op zoek naar Maria. Had geen nummer. Maar de wals staat in ieder geval al. De Zokkum Carnavalsvereniging, de Bende van Ellende. Goed schelven. En de Bende van Ellende maakt het bont is vastlovend. Lichtstoet. Meer dan 80 deelnemers, meer dan 1700 personen. Volgens mij geworden een geslaagde avond. René, wat vond je ervan? Het was een geweldige optocht voor een prachtige uitbeelding in gezien. Ik denk dat het misschien wel de schönste optocht wordt tot nu toe. Ja, en ik vergeet binnen te noemen de duizenden bezoekers die aanwezig waren hier in Schelvet. Ja. Ik zou zeggen, tot volgend jaar. Tot volgend jaar en nogmaals dank aan alle vrijwilligers. Die metgeholpen hand. Ja, want die moeten we beslist niet vergeten. De vrijwilligers maken de lichtstoet mogelijk. Ja. Tot volgend jaar.